gedicht. Ja, voor mij is een gedicht eigenlijk een soort, een fragment, een klein fragment, waarin schoonheid en verwondering alle ruimte krijgt. En een gedicht herken je bijvoorbeeld aan een vorm. Dus vaak, je hebt hele standaard gedichten met sonetten, met blokken. Maar de vorm kan ook heel erg variëren. Maar wat het mooiste is en wat het eigenlijk onderscheid maakt van een gedicht en een roman bijvoorbeeld. Een roman is dat het een verloop moet hebben, dat het spanningsboog moet zitten, dat er, wat ik net ook zei, actie in moet zitten. Bij een gedicht hoeft dat niet. En soms kun je een gedicht ook niet helemaal begrijpen. Of denk je van, ik snap niet helemaal wat hier staat. Maar raakt het je wel? Dus voor mij is een gedicht een soort boodschap. Wat je kan ontroeren en je kan verstillen. En je kan laten nadenken. Naar de poëzie is het denk ik vooral om de mens iets te laten zien wat diegene wel kan voelen, maar niet zo had gevonden of op had geschreven. Het verwondert je eigenlijk en laat je kennis maken met nieuwe gevoelens die jou kenden, maar op een andere manier. Wat poëzie maakt, is dat het op zichzelf staat en dat het niet een verhaal hoeft te bevatten. Het hoeft niet een hele, met alles erop en aan te zijn. Het is vaak een moment en eigenlijk erop gericht om jou te treffen, om jou te raken, om je te ontroeren. En om iets in het klein, soms iets groots te kunnen zeggen. En ik heb daar ook wel een voorbeeld bij. Ik heb dan poëzie en proza allebei geschreven. En in Kalfsvlies staat een gedicht en dat heet Hoog genoeg om een echo te verbergen. En dat is eigenlijk het eerste gedicht wat ik schreef. Wat ging over de dood van mijn eigen broer. En waaruit later mijn roman voortvloeide. En totaal op twee verschillende manieren. Ik zal het even een stukje eerst uit het gedicht voorlezen. Hoog genoeg om een echo te verbergen. We mochten geen vragen stellen, maar wel antwoorden bedenken. Mama had veel in de tijd dat we nog geen meten waren. En ze ons leerde dat de dood een echo had die nasuisde tot ver in je trommelvliezen. Ik vergat steeds om mijn koude handen in mijn broekzakken te steken. Ze niet tot vuist te maken, maar plat. Zoals ik op de glasplaat van de kist van mijn broer liet vallen. Als twee vochtige zeesterren. De zee zich ineens boven ons hoofden bevond. Iemand had de vloer weggeschoven en niet meer teruggelegd, zei opa, die mijn angsten tot duiven vormde. Om ze tam te maken, moest ik ze van kop naar staart aaien. En één keer in de week loslaten in het weiland achter de stal. Toekijken hoe ze wegvlogen, maar in de nacht tikte ze weer met de snavels tegen het slaapkamerraam. Belde hij in paniek de loodgieter uit de straat, omdat de gaten in zijn kleinkinderen zaten. Ze lekte liters tranen. Ja, dat is dus een stukje uit een gedicht. En dit komt uit De Aafs Ongemak. En het gaat dus over dezelfde situatie, maar op verschillende manieren geschreven. En dit is een stuk uit de roman. In de voorkamer stond de kist met mijn broer erin. Een van eikenhout met een kijkvenster ter hoogte van het gezicht en metalen handvaten. Hij stond er nu 3 dagen. Hanna had de eerste dag met haar knokkels op het glas geklopt en met een klein stemmetje gezegd: nu vind ik het niet meer leuk, doe normaal, Mathies. Even boog ze zich niet, alsof ze bang was dat hij fluisterde en ze hem niet zou horen, als ze niet voor even alles stil liet vallen. Toen er niets werd teruggezegd, ging ze weer met haar pop achter de bank spelen, haar dunne lijfje rillend als een waterjuffer. Ik had haar tussen duim en wijsvinger vast willen houden en haar warm willen blazen. Maar ik kon haar niet vertellen dat Mathies eeuwig zou slapen. Dat we vanaf nu alleen een kijkvenster in onze harten zouden hebben, waarin onze broer opgebaard lag. En buiten oma van de lichte kant kende niemand die eeuwig sliep. Op den duur stonden we allemaal weer op. Zo de heer wil, waar leef, zei oma van de zware kant vaak daarover. Ze had bij het ontwaken last van stramme knieën en een slecht adem. Alsof ik een dode mus heb ingeslikt. Zowel het vogeltje als mijn broer zouden nooit meer wakker worden. Dan zie je al, ik merk het al als ik voorlees, dat het de roman veel meer verhalend is. En veel meer uitleg nodig heeft, en veel meer actie. En dat in een gedicht, als het goed is, hoor je het ritme, een beetje de cadans. En dat het veel strakker is en dat het aan elkaar opvolgt en niet zozeer een hele verhaallijn in hoeft te zitten. En dat is denk ik wat het van elkaar
onderscheidt. Wat ook het onderscheid maakt, is dat je, wat je net hoorde in de roman, zitten allerlei personages, de oma, het zusje, het hoofdpersonage zelf. Dat heb je in een gedicht vaak niet. Soms komt er één iemand aan bod en vanuit daaruit begint het gedicht. Maar al die personages waar je iets over moet weten, waar je de achtergrond van moet weten, wat ze zeggen, dat heb je allemaal niet. En dat maakt natuurlijk in een roman dat het meer verhalend is. En in de poëzie is het meer de tekst die het verhaal doet. Ik ga echt doelbewust aan mijn bureau zitten en van oké, ik ga nu een gedicht schrijven en nu ga ik aan mijn roman werken. Het is nooit zo dat die dingen in elkaar overlopen. Ik kies dus echt wat ik die dag ga doen. Maar het kan wel zijn dat ik een gedicht heb geschreven, wat je nu ook ziet. En dat soms zelf letterlijk de zinnen terugkomen in mijn roman. Soms ook omdat ik ze dan te mooi vind. En dan denk ik van, ik wil ze gewoon twee keer gebruiken. En soms omdat omdat ze ergens anders een andere vorm krijgen en weer op een plek passen. Maar omdat ik in de roman veel meer ruimte heb om uit te leggen, kan ik dan soms een beeld nog uitleggen, wat ik in de gedichten dus niet kan. Er zijn heel veel gedichten die ik mooi vind en waarvan ik soms denk van, dit raakt me omdat ik het mooi vind klinken, maar niet zo begrijp. Maar dit is een gedicht wat ik meteen begreep en wat ook raakt en waar een hele troostende boodschap in zit. En dat is denk ik ook een van de mooie dingen van poëzie, dat het heel troostend kan zijn. En dat het dat je het even kan bijpakken in moeilijke tijden, dat je dan en dat het meteen binnenkomt en kan steunen. En dat had ik bij een gedicht van Toon Telge. En het gedicht dat heet Soms een enkele keer. Met heel veel moeite en voornamelijk toevallig lukt het iemand om met beide armen zijn verdriet te omvatten. Hij tilt het op, laat de deur niet op slot zijn nu. Hij duwt hem open met zijn knie en loopt met breedsporige passen naar buiten. Kijk uit, roept hij. Want het verdriet is zo groot dat hij niet overheen kan kijken. En doorzichtig is het nooit. Ver weg, in een sloot of op een drassige plek, onder populieren of achter een scheve schutting tussen autobanden, speelgoed, resten van vuur, gooit hij het neer. En fluitend loopt hij terug naar huis.